zou de commissie willen meegeven dat de gedragsregels volgens mij een instrument moeten zijn om de advocaat te helpen in zijn dagelijkse praktijk datgene te doen wat hem betaamt. En te voorkomen bij de formulering de gedragsregels zo te schrijven dat zij gaan werken als een magneet op ons eigen morele kompas. We zitten nu in een tijd van innovatie, nieuwe ontwikkeling in de markt, digitalisering. En ik denk dat het heel goed is als de commissie die nu de gedragsregels aan een nieuw onderzoek onderwerpt, dat die commissie daar aandacht aan geeft. De innovatie en de nieuwe ontwikkeling in de markt. Advocaten zijn natuurlijk kundige, degelijke, integere mensen. En dat is maar goed ook. Maar we zijn niet ouderwets. En dat moeten we ook niet worden. En met die gedragsregels loert daar wel een beetje een gevaar in de steeds sneller veranderende wereld met technologie, met robotisering. En ik denk dat er hier een kans ligt om die mooie beroepsgroep van ons met vaart en met innovatie de toekomst in te sturen. Keep it simple. Dus verlies je niet in nog meer regels, maar kijk juist wat we kunnen missen. Voor wat mij betreft bijvoorbeeld gedragsregel 12 over de confraternele correspondentie. Ik wil de commissie meegeven om gedragsregels te maken die meteen duidelijk zijn voor iedereen die ermee moet werken. Dus zowel voor de advocaat, die er in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt, als voor de tuchtrechter die ze moet toetsen. Maak ze niet te ingewikkeld, maak ze niet te gedetailleerd, maar maak ze duidelijk, helder en breed toepasbaar. Ik zou de commissie mee willen geven, pas de regels aan de huidige tijd en aan 2025 in plaats van aan 1992 toen alles nog per post ging. Kijk, denk aan internet en aan andere vormen van communicatie. Welkom. Dat was eigenlijk een compilatie van een bijeenkomst die we in juni hadden, vorig jaar. Tijdens hetzelfde noodweer overigens, alleen iets warmer dan nu. Dat ging onder de titel Hoe heurt het eigenlijk? En nu doen we Zo heurt het, want die gedragsregels zijn er dan. Nog niet officieel, maar wel goed genoeg nu. Ze zijn gestold, inkt is nu droog om het er met u over te gaan hebben. Dus dat doen we straks met een heel forum hier op de Chesterfields. Testjes. Want we gaan de zaal natuurlijk even testen. Mag ik even wat zaallicht, dat ik even kan zien wie mijn opponenten zijn? Even kijken. Ja, dat zijn. Er zijn er nog een paar onderweg als het goed is, want het weer schijnt slecht te zijn. We zien het zo. Of, zoals er bij de orde, een beetje geklaagd. Dat is typisch advocaat, het is gratis. Dan komen er een hoop niet opdagen. Dat heb je altijd. Dan zou ik er gewoon een prijs aan hangen volgende keer. Dames en heren, even de dingen van de dag doornemen. Teven, wat vinden we van de nieuwe baan van Teven? Promotie? Doet hij het beter als buschauffeur, denkt u, dan als minister? Wie? Even een klein commentaartje. We hebben hier wat kubusjes. Jongens, gooi eens even een kubus de zaal in. Even over Teven. Even kijken. Ja, wie gaat er iets over Teven zeggen? Iemand. Anders wijs ik een vrijwilliger aan, want u kunt het allemaal heel goed pleiten voor Teven. Wie pleit er voor Teven? Voor dit is toch goed dat een minister die zich niet te goed voelt. U? Of, mevrouw, hier even hier naar voren. Gooi maar gewoon hup, agressief erin. Dan komt hij vanzelf bij iemand terecht. Ja? Madame, u ik bent? Ik ben advocaat. Mooi. Gefeliciteerd. Ja? Maar heeft u ook een naam of zegt u, ik ben voorlopig anoniem? Ik ben Monique Sobral, ik ben advocaat in Den Haag. Ja. En ik vind het erg leuk dat Teven gewoon nu doet wat hij leuk vindt. Ja, dat is wel eigenlijk heel aardig. Ja. Hij is regio iets met het busbedrijf. Ja, ja. Prima. Of is het ook een beetje, maatschappelijk gezien natuurlijk niet een aanbeveling om minister te worden als je zo eindigt? Of, hij was staatssecretaris, maar hij deed of hij minister was. Je hebt gelijk. Hij was bewindsman. Ander nieuws. Jullie hadden die Gerbrandy lezen. Wie was daarbij? De NRC is tegenwoordig een linkse domineeskrant. Je mag helemaal niets meer. Je mag zelfs geen geld meer verdienen. Je mag niet meer aan fiscale constructies meewerken. Het is eigenlijk één grote strafwoord. U heeft een maatschappelijke missie in plaats van gewoon een gilde waar je het een beetje de bal onderling verdeelde alles. Wie zegt, ik ben het eens met die Gerbrandy lezing van Volkert Jensma. Die gestrengheid, wij hebben een maatschappelijke taak in het leven en dat moeten we ons maar eens wat meer beseffen. Dus we stoppen met dat faciliteren van al die dubieuze fiscale constructies via de Zuidas. Mag ik de handen? Wie? Zegt Jensma heeft gelijk. Daar linksachter zit even de oranje kubus, gooi we er even heen. Eén van de vingers die omhoog ging. Mag ik even iemand horen? Dag meneer. Ja, kom er maar in. Stelt u zich voor? Ja, boem. Ja, ze zijn gewend aan hockey, ze kunnen niet vangen. Ja?
Ik ben het met Volkert eens. Advocaten hebben een duidelijke taak ook in deze samenleving. Ja. En vindt u dat ze dat in het verleden te weinig hebben laten zien? Sommigen wel. Sommigen wel. Namen? Nee, waarom? Nee hoor. U kunt toch zelf ook de krant lezen, of niet? Dat doen we soms. En dan bijvoorbeeld, dat is dan een pleidooi. De huidige minister, tot voor kort natuurlijk, van Ellen Overy, die had ook een pleidooi voor... we moeten meer pro bono zaken doen met een grote kantoor. Wat is uw duidelijk standpunt? Ook goed. Ook goed. Iedereen hoeveel procent heeft recht. Zou ongeveer aan, zeg maar, voor de samenleving teruggegeven moeten worden? Dat weet ik niet. Voldoende. Ja, voldoende. Oké. Iemand dan wie zegt, moeten we niet doen? Want de deken heeft daar een kritische opmerking over geplaatst. Moeten we dat wel doen? Misschien moet er gewoon meer geld bij vanuit de overheid... in plaats van dat wij dat nou weer moeten oplossen. Wie? Hier commentaar. Wie zegt dat moeten we eigenlijk... iemand in het midden hier, dacht meneer. Gooi hem er maar gewoon strak in, hoor. Deze meneer, gaat u even staan, dan kunnen we u zien. Want anders weet ze niet waar ze op moeten richten, ja? Ja. Ik zeg niets over vrouwen en gooien, hoor. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar ja? Ja, je moet voeten, man, advocaat. Ik vind dat we dat niet moeten doen, omdat het inderdaad... De bewonercultuur, die komt er eigenlijk, heb ik het idee, meer vanuit de grote kantoren om iets goeds te doen. En om de mensen een opleiding te geven, zodat hun jonge advocaten dus daadwerkelijk een keer in de rechtszaal komen. Ja. Terwijl daadwerkelijke werk op de straat en op de grond wordt gedaan door de mensen die dag in dag uit pro deo doen. Ja. En het geld vanuit de overheid, wat de commissie van de Meer heeft vastgesteld, wat er moet komen om dat te voeden. Daar ligt het probleem en niet bij de pro bono. Maar ja, oké, nou gaat de overheid dat niet doen. Dan zegt Grapperhaus even een andere positie. Dan zeggen we niet doen. Nou, hij is natuurlijk niet van de rechtsbescherming. We hebben nu geloof ik 3 ministers daar zitten. Maar, dan gaat het, maar stel dat hij zegt nu als de oud-gediende van het minister... gaan we niet doen. Wat dan? Dan zit er een gat van, wat was het, 160? 127 miljoen geloof ik. 127 miljoen. Ja, dan alle beetjes helpen natuurlijk. Kijk, het idee is goed om wat te doen. Maar ik vind wel dat het vanuit goede motieven moet zijn. Ja, precies. En dan heb ik altijd zo'n groep... Je hebt de mensen echt min vermogenden, die hebben natuurlijk pech. Nou, de hele rijkaards, die regelen het wel. En dan heb je die hele grote groep van die kleinere bedrijven... waarvan veel advocaten hierin zeggen gewoon te duur zijn. Wat doe je daaraan? Wie is hier bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen... wat is een beetje gemiddeld tarief? Ja, het verschilt, maar 250, 300 euro? Zitten we dan goed? Schrijf je even met een vork, verdien je toch nog aardig... Als je nou, wie zou zeggen, ik wil eigenlijk wel voor de helft werken? Voor de winkelier op de hoek, voor de kleinere... Mag ik de handen? Kijk, de vrouwen zeggen dan meteen, want ik doe het niet voor het geld. Hier ook iemand. Even, u wilt voor de helft werken. Wie wilde echt zeggen, nou, ik zou best een hoop zaken voor de helft van het geld willen doen. Ook voor de goede zaak. En dat is niet een min vermogende speciaal. Komt u maar. Anders geef mij één zo'n ding, dan kan ik lekker smijten meteen. Ja, kom, hier. Hup. U bent? Willem den Hertog, ook uit Den Haag. Ja. Voor de helft wilt u? Ik doe dat al. Als er een particulier bij mij komt... dan werk ik voor de helft van die 250. Ja, en dat zouden meer advocaten moeten doen, zegt u. Ja, nou, ik zit in een luxe positie. Ik kan het me voorloven. Ja, zo is het ook. Wie zegt, eigenlijk moeten we goedkoper worden. Als we nou echt vinden dat het een maatschappelijke taak... moeten advocaten gewoon, net als de loodgiet... nee, nog een verkeerde kant op, Willem. Ook weer een hok hier. U zei dat? Ja? Oh, u wilt niet op zeggen, maar u zegt alleen ja. Oké, dan hoeft het ook niet. Jongens, we zijn er door. De regeltjes. Kijk, dat afschuwelijke muziekje, die martelmuziek die we net hebben gedraaid... voor de mensen die te vroeg kwamen. Dat was Meneer de Baron is niet thuis. Dat was het themamuziekje van mijn programma Hoor het eigenlijk. Ben ik mee gestopt na 56 afleveringen. Dat was wel een keer mooi geweest. Maar we hebben eigenlijk een beetje een testje of jullie dat kunnen hebben. Ik vond het eigenlijk afschuwelijk. Ik snap niet hoe we tot die keuze zijn gekomen. Maar dat programma is gebaseerd op dat boek Hoe hoort het eigenlijk? Van Emmy Groskamp ten Haven uit 1939. En enige mensen hier in de zaal zullen hem nog wel in de boekkast bij hun grootouders hebben zien staan, denk ik, dat boek. Alleen was nou het aardig als je praat over regels en dus ook over uw gedragsregels. De groep waar mijn tv-programma over ging, als je het puur bekijkt, was dat Adel en Patriciaat. Die hadden altijd een bloedhekel aan het boekje. Zeiden, dat leer je toch niet uit een boekje? Dat weet je toch gewoon? Dus die hadden dat niet nodig, zo'n boekje. En dat is eigenlijk het typische natuurlijk van de advocatuur nu. U heeft regels nodig. Die moeten kennelijk gecodificeerd worden om u zich te laten gedragen. En dan heb ik meteen een klein testvraagje voor de zaal. Stel nou eens, we leven nu in het ergens in de jaren 70. En u bent niet gespeend van enige ijdelheid... En u wordt uitgenodigd bij Willem Duis op televisie. Willem Duis, kennen we die nog? Het populairste tv-programma uit die tijd van Mies Bouwman. Willem Duis. Sonja Barend. U wordt uitgenodigd op televisie. Mag u zonder meer op deze uitnodiging ingaan? Advocaat, wie zegt, ik mag gewoon daar gaan zitten? Wie? Iemand. Toenertijd niet? Commentaar, want wat is er... Wie zegt, ik zou het gewoon doen? Kijk, Moskovits had het toen ook al, zijn vader dan weliswaar, maar toch...
daar zijn de regels voor gemaakt. Ik gooi even, waar is het balletje? Is het ding nu weer. Ik ben er weer een kwijt. We hebben er zoveel dat... Ja, hop. Wie legt even uit? Want in 1968 zijn er... Wie zegt dit? Wie legt het even uit? Voor de confrères? Iemand? Mevrouw? U? Kom maar. Wanneer is het veranderd? En wanneer is het ingevoerd? Want het was nog niet zo'n nieuwe gedragsregel. Of niet zo'n oude eigenlijk. Nee, ik weet niet wanneer het is ingevoerd. Maar ik weet wel dat je toenertijd geen reclame mocht maken. Dat? En mijn grootvader vond ook een gospe dat je dus op je kantoor een enorm bord ging zetten. En dat deed familie Moskowitz toenertijd ook al. Ja, dus... ja, de gouden letters zitten er nog op. Ik denk dat het iets in het fundament is dat het hele pand anders omvat. Het zit er al jaren op, terwijl de man... Ik heb gelezen iets anders doet tegenwoordig. Ik weet niet waarom. Maar het is 1968. Eigenlijk toen televisie als medium doorkwam, is het in de gedragsregels gezet. En het is in 1980 uitgegaan. En dat is ook een beetje de doorbraak van de strafrechtadvocaten geweest, denk ik dan. Maar goed, ik weet niet of het reclameverbod is. Je moest je bij de algemeen deken... Hij zit hier, Bart van Tongeren, waar ben je? De algemeen deken moest dan toestemming verlenen of dit tv-programma geschikt was. God, dat dan ook voor radio, want dat was er natuurlijk al langer. Hetzelfde, denk ik, hè? Ja, radio en tv. Ja, u zegt ongetwijfeld, u weet het eigenlijk ook niet. Ik denk, ik bluf gewoon. Goed. Misschien ook even huishoudelijke mededeling voordat de algemeen deken ook naar voren komt. We hebben een hashtag, ja, waarom ook niet. En er is een systeempje, kent u dat? Kahoot. Dus als de telefoons op zak zijn, we gaan straks stemmen. Als we over de gedragsregels gaan kleine testjes doen. Of jullie er een beetje goed in zitten. En hoe werkt dat Kahoot? Moet ik dat uitleggen? Dat kan ik eigenlijk niet uitleggen, want ik weet niet hoe het werkt. Maar u heeft het wel. En het is een inlog ergens via een fiscale constructie met IT, via Italië of zo. Wat is dit? Geen idee. Ik weet niet of het nu al hoeft, hoor. Dat doen we dan straks wel eventjes als we met de heren hier en met de dames op het podium zitten. Dus straks. Ik geef nu het woord, dames en heren, aan uw algemeen deken. Bart van Tongeren, welkom. Ja. Bart, voordat je die speech afsteekt, dat hele gevoel van die gedragsregels van gilde naar ja, toch een beroep met een missie, maatschappelijke functie. Ja, nee, je zou bijna denken dat ik weer ga bluffen, maar dat is tegendeels het geval. Het lijkt braaf, maar ik denk dat iedere advocaat, en dan zei ik ook het adagium wat ik bijna iedere dag wel weer naar buiten breng, is iedere advocaat is ambassadeur van zijn eigen beroepsgroep. Dus het gaat niet alleen om het behandelen van je eigen zaak of voor je eigen de belangen van de eigen cliënt opkomen, maar je moet ook goed denken, waar sta ik en wat doe ik? En kan ik dat tegenover, niet alleen tegenover mijzelf, maar ook tegenover de beroepsgroep rechtvaardigen? Ja. Maar het is in ieder geval een wijziging die u aanstaat. Want ergens vind ik, maar dat is door mijn oude geest... mijn gevoel van nostalgie en weemoed... jullie leveren ook zoveel taal in. Die mooie archaïsche taal, dat mag ook niet meer. Dat was nou juist het bijzondere. Ik bedoel, dit soort types zijn straks ook verboden. Dat willen we niet. Kijk, zo'n typisch advocaat. Toch een beetje oud geld. Knoopje is alweer gebroken. Ja, nou, het is weer gebroken daarom. Ja. Ik leef ook op een halve knoop. Dus dat is ook heel wat. Nou, ja. Goed. Ach. Of is dit eigenlijk een gevoel van vroeger, jongens, we moeten door moderne tijd? Iedere beroepsgroep en ook de advocatuur moet aanpassen aan de moderne tijd. En ik denk dat we daar iedere dag mee bezig zijn. En ik werk ook hard aan het imago van de advocatuur om, zoals jij het dan formuleert, gilde. Daar zou ik toch wel afstand van willen nemen. Al was het maar omdat ik nu op het podium sta en dat ook moet zeggen. Oké, okay, nou, dan voel ik me aan waar je staat. Ik meen het ook oprecht. Advocatuur is een hele belangrijke beroepsgroep in... Misschien wat hoogdravende woorden, maar in de rechtsstaat waarin we leven. En niet iedereen heeft helaas altijd door dat zo'n belangrijke beroepsgroep is. Nee, vooral die strafrecht, jongens. Maar goed, ik ga ademloos naar u luisteren. 5 minuutjes staat ervoor. Ja. Ik ben al 10 minuten over mijn tijd, hè, dus we maken er 1 minuut van. Nou ja, in de voorbereiding werd mij vriendelijk verzocht om het zo kort mogelijk te houden. Want het moest vooral over de inhoud gaan. Dus ik ga een poging wagen, dames en heren. Welkom. 480 gasten. Het zullen er misschien iets minder zijn, maar zoals Jort al zei... een aantal is nog onderweg door de vreselijke buien buiten... waar ik overigens niks van gemerkt heb, omdat ik al een tijdje binnen ben. De afsluiting vandaag van het 13e lustrumjaar, het 65-jarige bestaan van de orde. Vanmiddag de bijeenkomst over de gedragsregels en vanavond een groot lustrumfeest. En uit de discussies de afgelopen tijd... En er is veel naar buiten, of in de media eigenlijk verschenen, over provisieverbod. Net ook het optreden van advocaten in media, gefinancierde rechtsbijstand, het verschoningsrecht. Blijkt
Eens te meer dat gedragsregels geen dode letter zijn, maar dat ze uiterst relevant zijn in de maatschappij waarin wij allemaal als beroepsgroep opereren. En in deze toepasselijke locatie, Diligentia, zullen wij vanmiddag kijken waar we nu in het proces staan. Want de Algemene Raad vond, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden, dat het wel eens tijd werd om na 25 jaar, de laatste gedragsregels stammen uit 1992, om eens te gaan kijken of die gedragsregels niet zouden moeten worden herijkt. En om u even in de geschiedenis mee te nemen, maar ik sla wat dingen over in verband met die 5 minuten die mij toegemeten. Ik noem u 1939, aanpassing van de ereregelen uit 1921. En 1968, Jort zei het net al, de aanpassing van de ereregelen met dat u zult niet optreden op televisie en dat soort zaken. Radio, daar twijfel ik inderdaad over. Het was wat bluf, dat ongetwijfeld, geef ik onmiddellijk toe. En 1980 en vervolgens 1992. Aanpassing gedragsregels. En nu, 25 jaar later, de commissie onder leiding van Jan Loorbach. Waarbij, dat wil ik ook later vandaag tot uitdrukking brengen... grote waardering bestaat voor het werk van de voltallige commissie. Niet alleen Jan Loorbach, maar ook de commissieleden Christiaan Albeding-Tijn, Henk de Groot, Michelle de Rijke, Jonathan Suharno, Job Spijkerman, Ernst van Win en de ondersteunende secretaris, en niet tenminste Robert Sanders. En een grote verdienste van deze commissie is, denk ik, niet alleen de inhoud van de regels zelf, maar ook dat er een nieuwe rubricering zal zijn van die gedragsregels. En ook taalkundig, en ik hoop, Jort, als je die gedragsregels zult zien nadat we ze hebben vastgesteld, dat je zegt, nou, die zijn toch ook wel aangepast aan de eisen van de moderne tijd. En tegelijkertijd proberen we er toch ook wel een taal in te houden die bij de advocatuur past en die de advocatuur begrijpt. Zullen we die dus ook op dat moment presenteren. Er past mij ook wel enige relativering. Die relativering bestaat erin dat wij vandaag aandacht zullen besteden aan een paar onderwerpen en u niet de gehele set gedragsregels zullen presenteren. Wij zitten op dit moment in een belangrijk, of zijn wij aanbeland op een belangrijk tussenstation met, zoals het dan zo mooi heet, het eindstation in het vizier na een reis van zo'n anderhalf jaar. 2015 hebben we de commissie ingesteld, de commissie gedragsregels. En in 2016, begin 2016, is de commissie van start gegaan. Waarbij, het werd net al in dat filmpje gerefereerd, met de bijeenkomst in Utrecht in juni 2016 over hoe heurt het eigenlijk. In 2017, in de zomer, is het advies van de commissie Loorbach, nadat het was besproken in de Algemene Raad, in consultatie gegaan. En heeft de commissie een groot aantal reacties, ik denk zo'n meer dan 200, opgehaald vanuit de balie, maar ook vanuit diverse stakeholders. Veel reacties van advocatenkantoren, van groot tot klein, inhoudelijke reacties ook gelukkig van buiten de advocatuur. En ik denk dat het heel belangrijk is ook dat te benadrukken, vooral die reacties van buiten de advocatuur, zoals de Raad van Advies van de Orde, maar ook de Raad voor Rechtsbijstand, het ministerie van toen nog Veiligheid en Justitie, de leerstoel advocatuur aan de UvA, de Hoge Raad, de Raad van State, de Raad voor Rechtspraak en andere betrokkenen bij de advocatuur. En al die reacties, meer dan 200 reacties, heeft de commissie doorgenomen en zijn daarbij tot vele afwegingen gekomen. Die reacties gingen van links naar rechts. De een was inhoudelijker, denk ik, waardevoller dan de ander. Maar zijn niettemin allemaal meegenomen door de commissie. En begin november heeft de commissie Loorbach advies de set gedragsregels nadat de consultatie had plaatsgevonden aangeboden in de Algemene Raad. En op dit moment zijn wij bijna zover om de regels vast te stellen. En wij zullen op korte termijn nog bij elkaar komen om een en ander definitief rond te krijgen. En als we dat gedaan hebben, dan zullen wij in januari, 30 januari om precies te zijn, de set gedragsregels presenteren aan ons college van afgevaardigden. En bij dat college zullen wij kijken of daar nog reacties op komen, waarna wij hopen heel snel na het college, of misschien zelfs wel tijdens die collegevergadering, als Algemene Raad die regels vast te stellen. De discussie was levendig
En ik hoop ook dat het levendig blijft. Zowel binnen de balie als buiten de balie en met de diverse stakeholders. Met name door de commissie is gewerkt aan een set gedragsregels die we even mee kan. En ook een goed kader biedt voor de tuchtrechter, denken wij. En laat ik duidelijk zijn, ik denk niet dat wij 25 jaar weer gaan wachten om tot een herijking over te gaan. Dames en heren, ik rond af. Ik vraag uw aandacht voor de inhoudelijke discussie. Wij gaan enkele gedragsregels eruit lichten vanmiddag. De vertrouwelijke correspondentie, het provisieverbod. En we gaan ook over een wat hoger onderwerp praten, namelijk het verschoningsrecht en de rol van advocaat en, in alle facetten. Ik dank u wel. En nou weet ik niet, Jort, of ik het woord geef aan Jan Loorbach of jij, maar ik denk dat dat geheel niet uitmaakt. Ik denk dat het echt weinig uitmaakt. Mede gezien het feit dat ik nog even een vraag wilde stellen. Het duurt dus lang. Is het nou zo'n democratie dat als er zijn reacties binnengekomen, dat ze ook echt iets te zeggen hebben? Of is het meer een beetje Poetin-stijl, we doen alsof, maar ondertussen? Nee, het is een, wat dat betreft is het, zijn alle reacties op waarde gewogen en meegenomen. En ik denk ook als wij straks naar het college gaan, de consultaties zijn ook openbaar. Dus heel transparant is er gewerkt. Dus iedereen kan zien waar rekening mee gehouden is en voor welke keuzes er gemaakt zijn. Want er zijn ook best wat boze reacties hier en daar. Er is natuurlijk de hele discussie over de jongens die op internet, zeg maar de tussenpersonen, die advocaten, die zijn er natuurlijk niet blij mee. Ja, maar dat zou je altijd kijken. Hoe heet die jongen? Dutch Legal? Er zijn 17.500 advocaten. En ik denk dat het een utopie is om te denken dat 17.500 advocaten het allemaal met elkaar eens zijn. En als dat zo zou zijn, dan denk ik dat het een hele saaie beroepsgroep gaat worden. Dus ik vind het juist mooi om te zien dat er een discussie is over dit soort maar onderwerpen. Maar die is nu op zichzelf afgesloten. Ja. Nu is het een kwestie van een soort tweede lezing maken. Ja, en kijken. Absoluut. Tweede lezing en nog even wat punten en komma's en bijschaven. En dan zijn we er klaar. Dus in het voorjaar ligt er een vastgestelde set gedragsregels. Oké. Okay. Ik stel voor dat u vast even plaatsneemt op de Chesterfield. Want we gaan straks over discussiëren inhoudelijk. Ja. Maar we gaan eerst even de voorzitter van de commissie het woord geven. Welkom, Jan Loorbach. Gaarde? Ja, ik hoorde iets over een Poetin-systeem. We hebben meer gebruik gemaakt van een input-systeem. Dat noemen we ook wel consultatie. Ik heb twee woorden gehoord die ik eigenlijk meteen even wil aanpakken, omdat ze net even naast het systeem en eigenlijk de hele karakter van de gedragsregels liggen. Dat is stollen en codificatie. Wij hebben wel de taak gehad om te beschrijven hoe er op dit moment in de beroepsgroep wordt gedacht over betamelijkheid. Maar tegelijkertijd moeten we begrijpen dat dat wel iets is van nu, maar dat het altijd dynamisch is en blijft wat opvattingen zijn. Dus ja, het is een beetje gestold, maar het moet tegelijkertijd ook een beetje vloeibaar blijven. En codificatie is het dus juist niet, want het is alleen maar een beschrijving van opvattingen en niet iets wat je constitutief zou kunnen noemen, iets wat er als regel nog niet was en wat tot stand is gekomen, wat is gaan ontstaan doordat uiteindelijk de Algemene Raad zegt, zo zal het zijn. Het moet dus echt de beschrijving zijn van wat er in het algemeen leeft. En dat zal dan niet leven bij 17.500, maar wel bij een overwegende meerderheid. Toen ik vanmiddag een krekkertje met Bourzin las, kwam ik daar het product tegen van collega's van onze herijkingscommissie bij de firma Bourzin. Want op de verpakking bleek een gedragsregel te staan. Daaronder staat een datum en daarboven staat in vier talen iets. In het eerst staat het er in het Frans: à consommer de préférence avant le. Dat is een aanbeveling om je zo te gedragen dat je misschien maar beter voor die datum alvast het kunt eten, maar dat het daar die datum nog niet zo erg is. En dan staat er in het Nederlands: tenminste houdbaar tot. Tenminste houdbaar tot. Met andere woorden, de boodschap: jongens, na die datum, dan begint het pas echt lekker te worden. In het Engels staat er best before, betrekkelijk neutraal. In het Duits, gekühlt mindestens haltbaar bis. Als onze commissie deze tekst voor zich zou hebben, zou er ongetwijfeld iemand zijn die zegt van ja, als je daar gekühlt zet, dan moet je ergens anders ook koeld zetten. Met andere woorden, toen ik nadacht over hoe dit vorm heeft gekregen bij de herijkingscommissie van de oude tekst van de Bourzin-verpakkingen, dacht ik, ze zitten eigenlijk een beetje met dezelfde problematiek in.
wel een algemene gedachte hebben, maar dan tot de conclusie komen dat je die eigenlijk op heel verschillende manieren onder woorden kunt brengen. En dat was het fascinerend proces waar wij doorheen zijn gegaan en waardoor wij nu zo geschikt zijn om bij Boursin te gaan werken. Ik heb eigenlijk al gezegd, wij hebben de opdracht gekregen van de Algemene Raad om onder woorden te brengen wat de algemene, de overriding zou je kunnen zeggen, opvatting over betamelijkheid is. En dat moet dan op schrift komen te staan. En dat is dan een hulpmiddel en niet meer dan dat. Een hulpmiddel voor de tuchtrechter, maar vooral ook toch een soort van eerste morele kompas voor de advocatuur. En dan is het nog de vraag of het woord moreel goed is, omdat het uiteindelijk toch gaat om de beschrijving van de open wettelijke norm. Dus wel degelijk een bindende verplichting die op wettelijk niveau te herleiden valt. De regels zijn dus niet de regels van ons. Het zijn niet de regels van de Algemene Raad. Het zijn de regels van alle advocaten. Het zijn de eigen opvattingen van de advocaten die geïnventariseerd zijn. En het zijn vooral regels voor iedereen die met advocaten te maken krijgt. En daar zit denk ik wel iets van de aanpassing, van de doorontwikkeling, van de opvatting van waar gedragsregels eigenlijk voor zijn in. Ik denk dat in 92 er nog vrij sterk uit werd gegaan van regels die er vooral voor waren om de beroepsgroep te disciplineren. Dat de ene advocaat zich gedisciplineerd zou gedragen opdat de andere advocaat ook onderdeel zou zijn van een kloppende, verantwoorde beroepsgroep. En dat we gaandeweg toch meer zijn toegegaan naar ook het feit dat we ons ervan bewust moeten zijn dat we als beroepsgroep in het licht staan van onze waarde voor de samenleving, de rechtsstaat, maar voor de rechtsbedeling zelf in het bijzonder. En wat zijn nou belangrijke redenen geweest, aanleidingen geweest om te zeggen dat er dingen moesten worden veranderd? Ik noem er een paar. De advocatenwet is in 2015 natuurlijk sterk veranderd, met name het opnemen van de kernwaarden en de regeling van het beroepsgeheim. Er is een VODA die heel veel dingen regelt, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, waarvan je zou kunnen zeggen, dan kunnen ze ook wel weg uit de gedragsregels. Is ook gebeurd. Er is natuurlijk nog andere wetgeving geweest die relevant is, met name op het gebied van burgerlijke rechtsvordering. Daar komen we waarschijnlijk op terug bij de aandraag of de exhibitieplicht, bij wat dat voor betekenis heeft gehad bij het bepalen van hoe we met collegiale communicatie zouden moeten omgaan. En er is bijvoorbeeld ook een rol voor de deken bijgekomen krachtens de algemene wet bestuursrecht. Dus daar zit ook duidelijk iets in wat je moet adresseren. Dat op het punt van wetgeving. De verhouding met de cliënt is denk ik gewijzigd. De cliënt kijkt op een andere manier naar een advocaat met minder eerbied en meer van of ik nou een advocaat heb of een loodgieter. Ik spreek ze op dezelfde manier aan en ik beschouw ze op dezelfde manier als mijn opdrachtnemer. In dat verband zou je weer kunnen kijken naar het verbod om de correspondentie tussen advocaten te gebruiken in procedures. In 1992 kon je na een jaar nog zeggen, ik heb u nu 5000 gulden gedeclareerd voor correspondentie met advocaat X. En nu gaan we procederen, dus wat u mij nu betaald heeft, daar heb je een product voor gekregen wat ik verder niet voor u mag gebruiken. De cliënt van 2017 begrijpt dat een stuk minder makkelijk als je hem datzelfde verhaal in euro's uitlegt dan de cliënt in 1992. Dus ik geef dat maar even als een voorbeeld, een illustratie van een gewijzigde kijk van een cliënt op zijn zakelijke relatie met zijn advocaat. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat gewijzigde technologische omstandigheden. Telecommunicatie, het hele KEI-project, hoe dat werkt en wat dat betekent voor hoe je behoorlijk in procedures hebt om te gaan met je wederpartij en misschien ook wel met de rechtbank. En daar komen we dus ook, dat is al aangekondigd, internet heeft zijn intrede gedaan in 1992. Was er nog geen sprake van internetdiensten om een dienstenzoekende en een dienstenaanbiedende partij bij elkaar te brengen. Dat bestaat in het algemeen en ook voor de advocatuur. Er moet een goede oplossing voor worden gevonden om te zorgen dat die mogelijkheid, dat instrument voor een rechtszoekende op een goede manier werkbaar te laten zijn. Terwijl er dan tegelijkertijd sprake van moet zijn dat de advocaat aan de cliënt blijft komen op een manier die gedragsrechtelijk en qua betamelijkheid zuiver is. Daar gaat het vanmiddag ook nog even over. Ik zei al,
Er is een soort van verschuiving van vooral de interne discipline naar de toetsbaarheid van de advocaat voor en door derden. Met het oog ook op de bescherming van die derden met de cliënt voorop. Het gaat om de helderheid over wat een advocaat is. Dat is een aspect dat ons helder voor ogen komt te staan. Ook door discussies die er zijn. De advocaat die voor een vereniging optreedt en gaat bellen terwijl hij van die vereniging bestuurslid is en van die vereniging advocaat is, die moet wel duidelijk maken in welke hoedanigheid hij belt. En er zijn natuurlijk heel veel meer voorbeelden, ook vrij delicate, over de vraag is een advocaat thans advocaat of niet. Wat in ieder geval wel heel duidelijk moet zijn en blijven is dat die gedragsregels en bijvoorbeeld ook het beroepsgeheim, dat die niet geschreven zijn voor per se processueel gebonden werk, wat wel eens gedacht wordt, maar dat die geldt voor de advocaat in al zijn verschillende werkzaamheden, of die nou procesgerelateerd zijn of alleen zijn advieswerk betreffen. Maar dat betekent wel dat hij daarom juist steeds heel helder moet blijven maken dat hij in de hoedanigheid van advocaat optreedt. Wat ik ook nog wil opmerken is dat die gedragsregels er niet voor zijn om met elkaar alleen nog maar nette zaken voor nette cliënten te doen. Dat gevoel krijg je wel eens dat dat niet meer gepast is. Net ging het er even over die vraag van mag je nog wel voor Panama handigers optreden of niet. Als mevrouw Fiek nog een keer uitlegt dat ze nu een strafklacht tegen de tabaksindustrie indient omdat het moordenaars zijn, is het dan nog maatschappelijk gewenst dat er advocaten de verdachte tabaksindustrie bijstaan? Is het een goed idee dat iemand de Nederlandse staat bijstaat tegen arme weduwen uit Indonesië? Ja, allemaal. Ja, natuurlijk. En wat ik wil voorkomen is dat men zou denken dat die gedragsregels en die betamelijkheid, dat die ervoor is om met elkaar af te spreken, we doen alleen nog maar nette zaken voor nette cliënten. Zo af en toe moet er voor misschien cliënten waar je jezelf niet graag mee zou identificeren, toch zaken gedaan die het nodig hebben een advocaat te hebben. En als we met z'n allen zouden zeggen, op ethische gronden gaan we bepaalde klanten niet meer bijstaan, terwijl dat advocaten zijn, dat cliënten zijn die wel rechtshulp nodig hebben, dan eist de betamelijkheid zelf dat de advocatuur in staat is om daar bijstand aan te verlenen. Ik wil nu graag even mijn gedragsregel 1. De rest laat ik aan anderen over, maar hier wil ik nog even van zeggen dat we deze keuze hebben gemaakt om al die verschillende bronnen voor de goede gedraging van de advocaat in kaart hebben willen brengen. En eigenlijk staan hier heel veel meer bronnen dan alleen de wettelijke betamelijkheid waar de gedragsregels eigenlijk over gaan. Om eigenlijk in zo'n verbindende, inleidende bepaling aan te geven dat het niet alleen gaat om die betamelijkheid, maar dat het in beginsel gaat met de cliënt om zijn civielrechtelijke relatie als opdracht, in de opdrachtrelatie. Dat is ook omdat onze tuchtrechter steeds meer is gaan kijken ook naar de vraag of in het gewone presteren er eigenlijk wel voldoende wordt gescoord. Dat zit er dus in. Er zit in die bewustheid dat je met het vooropstellen van het belang van de eigen cliënt ook door ten dienste van de rechtspleging, de rechtsbedeling actief te zijn, dat je daarom ook aan andere dingen moet denken dan alleen maar aan het cliëntenbelang. Ik heb laatst, toen ik voor de Jonge Balie wat mocht zeggen op die vrijdagochtend, dat iedereen nog een kater heeft van de donderdag, dus dat is niet zo'n oplettend publiek. Toen heb ik gezegd, het interessante van advocaat is dat je op een hele smalle, kronkelende weg loopt. Aan de ene kant moet hij alles doen wat hij mag om het uiterste te doen voor zijn cliënt in die partijdigheidsopdracht. En aan de andere kant doemt de afgrond op van alles wat hij niet mag. Dus daar moet je tussendoor laveren en eigenlijk is het die precieze route die beschreven wordt in deze nieuwe gedragsregel 1. Dus dat wou ik er nog wel dan zomaar van gezegd hebben. Er is al iets gezegd over indeling en taal. Daar hebben wij die indeling hebben we inderdaad anders gemaakt omdat we denken dat die ook voor klanten die de website opzoeken en kijken waar staat nou die bepaling waar het mij om gaat, dat die makkelijker de weg kunnen vinden. Taal is een enorm lastig ding. Dat geldt voor de
gedragsregel-expert van Bourzin, maar ook voor die van de advocatuur. Je stuit steeds op de vraag, is dit nu zo ingewikkeld omdat het per se moet om de juridische nuance te behouden? Of kan het wel een slagje eenvoudiger? Ik denk dat een van de dingen waar de slotdialoog met de Algemene Raad over gaat, mede zal gaan over de vraag, kan het simpeler en duidelijker? Of moet het inderdaad, zoals nu, om die finesse en de nuance te behouden? En tenslotte zijn we bezig geweest met een leuk, volstrekt nieuw setje hippe regels, omdat we bij de tijd moeten blijven. Dan zeg ik, voor een groot gedeelte moeten we vaststellen dat we in de advocatuur gelukkig werken met normen met een zekere eeuwigheidswaarde. Maar dat we aan de andere kant ook hebben gezien dat er heel veel dingen anders en beter en simpeler kunnen of niet meer hoeven. En zo af en toe wel erbij hebben gemoeten. We hebben het met onze commissie met aandacht, liefde en enthousiasme gedaan. Ik dank de Algemene Raad dat we dit hebben mogen doen. Jan Loorbach. Dank. Neem onmiddellijk plaats op de Chesterfield. Nee, ze hadden tegen mij gezegd dat ze over zijn tijd heen gaat. Gooi hem gewoon het podium af, maar dat blijkt nog best tegen te vallen. Dus dat doen we even niet. We gaan de bank vullen. En dan komt vanzelf de discussie op gang, neem ik aan. Ook met de zaal, als dat kan. Ik ga naar voren halen, om te beginnen uit de commissie. Jonathan Suharno. Ja, die zit hier ergens voorin, denk ik. Commissie zit hier voor. Oh, die zit daar. Jonathan van de Brouw is die, maar nu dan even namens de commissie. Loorbach zit er al namens de commissie in. Ernst van Wien van de Klerk, advocaten, ook aanwezig. Welkom dan voor de Algemene Raad. Bart van Tongeren zit er al. Bert Vibbe van Nauta en Frans Knuppen van Dirkswager. Welkom namens de Algemene Raad, beide. En wat we dan nu gaan doen, gaan een beetje college geven, toch? We gaan even wat dingetjes eruit vissen om de zaal bij te praten. Ook een beetje testje doen, toch? Of ze er goed in zitten. Kom bij jou zitten. Even kijken hoor. Ja, komt u maar. Omdat wij zo'n onderwerp hebben. Welkom. Zullen we eerst misschien even, als u nog aan het lopen bent, even één vraag voor. Ik heb iets langs de antwoord gegeven. Bart van Tongeren. In hoeverre sluiten de regels nu aan bij zoals een advocaat in de rest van Europa mag opereren? Ik begrijp dat zo'n club is, de CCB. Nou ja, er zijn natuurlijk, ieder land heeft zijn eigen regeltjes. Spoort het een beetje nu of zeg je wel zo'n hoop te doen? Nee, uiteraard spoort het. En er is ook een regel dat voor grensoverschrijdende werkzaamheden het aansluit bij de CCBE-regels. Ja. Dus dat past naadloos op elkaar aan. Inmiddels. En ik denk dat we later in de middag daar ook nog op terugkomen als het gaat over de vertrouwelijke correspondentie. Dat daar ook is aangesloten bij de Europees geldende regelgeving. Oké, goed. Daar zijn inderdaad ook, daar waren in ieder geval grote verschillen. Dat is nu anders. Daar waren wij eigenlijk heel ouderwets in, begrijp ik. Laten we eens even het eerste punt eruit pakken. Het confraternele. Doe mij vorig jaar in juni op de junibijeenkomst tegen confraternaal. Maar dat is geen iets katholieks te zijn, sorry. Confraternele correspondentie. Regel 27. Vertrouwelijke mededeling heet het nu. Kijk al, ze gaan meteen de moderne tijd. Oh, jongens, doen dat niet. Maar goed, prima. Wie gaat dit toelichten? Wie van de heren? Pakt hem. Kon hem erin. Even kijken. Ja, nou ja, ik ga er even af. Maar wat moeten we hier? Wat staat hier? En wat is anders? Nou, dat is echt een grote verandering. Want ergens zo in 1992 5000 advocaten. Brieven kwamen er nog prachtig langs. Die werden opengemaakt met een mooie briefopener. En vervolgens hadden we misschien nog net een fax waar dan één zo'n nat blaadje uitkwam rond die tijd. En intussen zijn we natuurlijk toch veel meer een beroepsgroep geworden, waarbij het echt niet meer zo heel goed uit te leggen is dat er inmiddels al 2 maanden e-mails langs zijn gegaan met veel inhoud. En dat je dan tegen je cliënt zegt, maar alles wat we daarvan gebruikt hebben, dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken in één procedure. En dat is ook niet uit te leggen als je naar het buitenland gaat, want juist bij de CCBE in Brussel, daar zien we dat in heel veel landen, als we dat oude systeem uitleggen, dat zijn wat een gek, ouderwets, mooi gildensysteem is dat, maar wij doen dat heel anders. En dat betekent dat de commissie hier echt gekozen heeft voor een vernieuwing, in de zin dat het eigenlijk gewoon is zoals tussen iedereen die een opdracht heeft en een heleboel andere rechtshulpverleners. Het is niet vertrouwelijk tenzij het afspreekt. En dat betekent ook dat je dan gelijk aan je cliënt kan uitleggen wat maakt dat het op dat moment noodzakelijk is om het wel vertrouwelijk te maken. En dat is ook goed als je kijkt naar de exhibitieplicht. Daar is Jan al heel kort op ingegaan. Dat je ook bij rechters dat uitlegt. En ik kan je zeggen als oud-deken hier in Den Haag, dat het altijd een prachtige bron van leed en vermaak was. Omdat je dan op de maandagochtend om 12 uur werd gebeld dat om 1 uur een kort geding was. En of je toch maar even wilde zeggen dat dit wel toch aan de rechter kon en moest worden overgelegd. En dat gaf dus ook bij de rechter veel
onheil. En dat betekent dat je nu daar gewoon helder en duidelijk een afspraak over kan maken. Zelfs zover dat je ook iets kan doen. Zonder dat je tegen je, je cliënt zegt. Hè, je kan nog. Maar dan moet je dat wel echt goed afspreken met de andere advocaat. Ik ga je nou iets zeggen wat wellicht voor jou van belang is om met jouw cliënt tot een goede oplossing te komen. Vind je dat goed? Zullen we dat met elkaar afspreken? Dat kon al. Dat kan nog steeds. Maar je moet iets meer afspraak maken dan in het verleden. Dus het is echt een vernieuwing. Ja, duidelijk punt. Frans Knuppe nog, even toelichten. Ja, misschien heel kort vanuit de positie van de Algemene Raad. Wij zijn blij met deze aanpassing. Ja. Het laat ook zien dat gedragsregels geen statisch verschijnsel zijn, maar in beweging zijn. Ja. Ik praat ook enigszins uit het verleden in een eerdere rol als deken, waarbij je veel met het oude onderwerp bezig was. Ja. Is er nou reden om confraternele correspondentie wel of niet te gebruiken in rechten? Wij denken dat door deze nieuwe regel dat soort discussies duidelijk minder worden. Niet iedereen is het daarmee eens in de balie. Met name, geloof ik, dekens vragen zich af, gaat het helemaal werken? Wordt het niet ingewikkelder dan het was? Ja. Maar met de commissie hebben wij vertrouwen dat het eigenlijk juist veel simpeler gaat worden. Dus als er een discussie met de zaal zou komen, kan het daar misschien over gaan. Mag wat licht in de zaal? Wie wil hier iets over zeggen? Wie is het er hier? Niet mee, kom maar met... geef mij maar zo'n kubusje, dan kan ik lekker mikken. Dank. U bent al geweest, u komt als tweede. Wie wil eerst iets zeggen? Nu? Ja, nee, niet om u achter te stellen. Nou ja, nu durven ze niet. Welkom. Het woord verzending, dat suggereert dat het alleen voor schriftelijke mededelingen gaat. Maar juist vertrouwelijke dingen, daar doe je aan de telefoon. Je zegt, luister eens, wat ik je nu ga zeggen, dat is onder ons. Maar dan zit ik met verzending. Maar als je dat doet, dan is het verstandig als je vertrouwen wil houden, dat je dan wel zorgt dat je het ook zo vastlegt, dat je het achteraf ook kan laten zien. Dan natuurlijk kan je het ook mondeling doen. En misschien ter voorkoming van misverstand, er zijn wel twee soorten vertrouwelijke mededelingen. Hier gaat het in principe om mededelingen die je gewoon kunt doorgeven aan je cliënt. Je hebt daarnaast ook, dan gebruik ik toch maar weer het ouderwetse woord confraterneel, contact van advocaat tot advocaat, wat je met z'n tweeën doet, waarbij je eigenlijk niet wil dat dat ook doorgeleid wordt naar de cliënt. Dat is weer een hele buitencategorie waar we het hier niet over hebben. Nee. Uitleg? Is dat nog... Daar boven het balkon, daar gaat de groene kubus heen als het goed is, alleen staat er niemand bij die kubus. Kan dat? U kunt dat zo doen. Dat deed u vroeger in de rechtszaal ook zo heel goed. Maakt u zich bekend, wie bent u? Oh, heerlijk, allemaal advocaten in de zaal. Dit wordt zo complex, we komen niet verder dan regel 1. Top! Oké, ja? En de considerant en de dictie... Dat kan ik meneer von Schmid, Peter... welkom, Peter, van harte uitleggen. Want de bedoeling is dat als je dan toch wel vertrouwelijk wil houden... dat je, of je wil het uiteindelijk niet een vertrouwelijk karakter geven... dat je dat onmiddellijk zo snel als mogelijk aan de ander... bericht. Onverweld aantoonbaar. Ja, ja en, dan, ja, en dus je moet dat ook maar eens laten zien dat je dat dan gedaan hebt, zodat je daar achteraf geen gedoe over krijgt. Even lekker appen. Ja, van Schmid? Benaderende vraag. Ja. Betekent het dat als ik als afzender zeg, ik beschouw het als vertrouwelijk, dat dan de geadresseerde kan zeggen en ik doe dat lekker niet? Ja, dat is een interessant punt. Dat is precies wat dat betekent. En als je dat niet tijdig hebt gedaan, dus je bent een paar weken met vakantie geweest en je hebt niet op je praktijk gelet, dat is sowieso wat onverstandig, zullen we maar zeggen, dan heb je pech en dan is het vervolgens dan dus heel verschrikkelijk, gewoon vertrouwelijk zoals het altijd geweest is. Dat is het enige effect. Oh, ja. Nee, want als het eenmaal wel als vertrouwelijk is geaccepteerd... Ja. Dan kom je in eigenlijk het huidige regime en exact. Dan gelden 3 en 4. Okay. En dat betekent dus dat die correspondentie wel gewoon mag worden doorgezonden naar de cliënt. Ik weet, nee, maar Smit, maar u bent gehoord. Want ik wil nog een paar andere opinies. We hebben maar een paar minuutjes, hè. Deze mevrouw eerst. Gooi jij die oranje duin? Was hier nog een hand? Die geef ik dan als tweede. Hier was ook een hand net. Ja, komt die. Zo, ja. Eerst u, madame. Nou, vraag me dan af wat je onder onverwijld moet verstaan. Want dan denk ik, als het er zo staat, dat je daar toch een hoop gedoe over kunt niet een paar weken. Krijgen. Wat is onverwijld? Is dat je onmiddellijk dan het beste bij jouw mededeling dat je het vertrouwelijk behandeld wil zien... Eerst om een reactie vraagt, om een bevestiging... voordat je die vertrouwelijke mededeling moet je daar dan weer een termijn op zetten? Wat is onverwijld? Onverwijld is zo snel als
mogelijk onder gegeven omstandigheden. Dat is het aardige van, ja, van überhaupt de gedragsregels. Ja. Er zit natuurlijk altijd heel veel haveltekst in. Natuurlijk is het zo dat als je verstandig bent en je toch niet wil dat het op die manier gaat, dat je zegt, nou, ik zou graag van jou vernemen voordat ik die vertrouwelijke mededeling ga geven. En natuurlijk zal er in het begin een zeker gedoe over zijn. En dat stabiliseert zich wel weer vanzelf. Mm. Dat komt vanzelf wel goed in de praktijk. Oké, dus nog, hoe zijn jullie al begonnen om met die advocaat? Dat is totaal onmogelijk om daar over regels te praten. Hier is eerst nog een opmerking, dan met u. Op het balkon, jongens, de blauwe microfoon gaat daar, maar eerst gaat deze meneer iets zeggen. Ja? Doet hij het zo, ja? Ik doe het zo, hoor. Ja. Rupert van Heiningen uit Den Haag. Ik voorzie allerlei problematiek met lid 1. Het verlangen duidelijk kenbaar maken voor de verzending. En dan staat er niet, ja, dat hoeft natuurlijk niet te definiëren, maar wat is duidelijk kenbaar maken? Maar in lid 2 hebben wel dat je aantoonbaar moet informeren. Is het dan niet verstandiger om dat in lid 1 ook te doen? Want anders krijg je de discussie, ja, ik heb toch door de telefoon gezegd dat het vertrouwelijk was. Ja, daar een punt. Ik vind dat een heel goed punt. Het is natuurlijk altijd helder dat je ervoor moet zorgen dat als je wil dat het uiteindelijk vertrouwelijk is, dat je dat achteraf ook moet laten zien. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele gedragsregels en alles wat je doet als advocaat, dat je achteraf altijd, als daar gedoe over is, moet laten zien dat je dat gevraagd hebt. En dus dat is op zich een goed punt. Moet je dan, je stuurt een briefje, faxleden die vroeger een mailtje, daar staat in, oké, dit wordt vertrouwelijk, of niet, dat is toch in hetzelfde bericht, dan moet er een apart bericht aan vooraf gaan. Het is een vooraankondiging. Jongens, maak het wat ingewikkelder. Goed, ja? Oké. Vooraankondiging. Hoi, ik ga je straks een app sturen. Er is over nagedacht. Nee, maar ik maak er nu een grap van. Er is over nagedacht, toch? Er is over nagedacht. Precies. Wie? Laatste opmerking. Gaan we het volgende setje doen? Want ik heb te weinig tijd om alles zo intensief te bespreken. Want jullie zijn echt in staat om een maand te praten over ieder lid. Toch? Zeker. Nou, en het leuke is, dit wordt zich opgelost. Dit lost zich op met de e-mails en de WhatsApps en al die andere dingen. Want zo en gaat de tuchtuitspraken, die komen later. Even kijken, wie hier? Iemand, er was nog één opmerking. Maakt zich bekend, ja? Daar, ja, ik kan niet zien met licht. Ja. Sorry. Ja, ik had hem. Hallo, hallo. Excuus, er gaan de twee door elkaar. Ik heb een ding. Ja. Hey, wie de box heeft, die mag hem. Wie is de andere box? Hier. Ja, dag, komt u maar. Ja, Sander Hoorthuis. Mijn eerste algemene opmerking. Ik denk dat het een heel verstandige wijziging is. Natuurlijk kunnen we daar eindeloos over praten, want zo zijn we. En in dit kader ook nog, ik geloof dat de meeste advocaten onder een e-mail zeggen dat alles vertrouwelijk is. Kan weg. En ik voorzie daar, gezien hoe wij in elkaar zitten, dat we daar allerlei mooie klachtzaken over krijgen. Namelijk, ik zeg toch altijd dat het vertrouwelijk is. Ja. Dat is toch duidelijk. Ik zeg het notabene onder iedere e-mail. Ja. Wat is daar de juridische lading van? Is dat eigenlijk een dode letter dan? Dat lijkt mij niet een vooraankondiging in de zin zoals wij het er net over hadden. Een naaankondiging staat eronder. Ja. De kleine lettertjes zijn niet duidelijk genoeg. Oké. Laatste vraag, een echt een prangende. Want het is goed dat die opmerking gemaakt is. Laatste vraag, maar dan. Nee, geen vraag. Ter verdediging, ondanks dat het een homogeen gezelschap is. Verbeek uit Amsterdam. Er staat toch duidelijk confraternele correspondentie boven. En voor de duidelijkheid had er nog vertrouwelijke schriftelijke mededelingen kunnen staan. Maar ik denk dat dat wel heel goed getypeerd is. Dus we moeten ook even naar het kopje kijken. Dank u zeer voor deze opmerking. Heren, dank ook voor uw wijsheid. Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik nog iets zeggen? Schikkingsonderhandelingen zijn helemaal niet genoemd nu. Dat hadden we eigenlijk wel gedacht dat even aan de orde kwam. Ja. Maar het is misschien goed om te zeggen dat daarin niks verandert. Dus zodra je in correspondentie of in wat voor contacten ook een schikkingspoging doet, dan geldt het algehele verbod zoals dat nu ook voor de kennis- en gedragsregel 13 is onder woorden gebracht. Dat kan confraterneel nog steeds. Ja. Oké, dank u zeer. Goede toevoeging. Ernstig, ja? Deken ja. Wil iets zeggen. Deken blijft zitten, want anders gaat Deken te lang praten. Nee, de deken gaat zeker niet lang praten. Oh. Ja. Nee, ik blijf zitten. Wat ik zo leuk vind van deze discussie is dat ook AR en commissie over dit soort onderwerpen uitgebreid spreken. En we iedere keer weer zien dat naarmate je er langer over gaat praten en met heel veel juristen bij elkaar, dat je iedere keer weer tot nieuwe inzichten komt. Dus ik vind het ontzettend geestig om te zien dat het ook vanmiddag weer gebeurt. Hoe hou ik dit nog even levend? Want er zijn meer opmerkingen, maar ik kan ze niet allemaal behandelen. Hoe doen we dat? Nee, we krijgen ze allemaal binnen, maar... Ja? Confraterneel naar de orde. Ja, dat gaat allemaal. Zal ik bij de borrel? Bij de borrel. Bij de borrel, ja.
Hallo, maar wat even van tevoren aanmelden. Dat, nou, oké. Okay. Goed. Gaat u maar lekker zitten, heren Van Win en Fibbe. We gaan naar het volgende rondje. We gaan het hebben over de... Er was sprake van een... we gaan het over het schoonheidsrecht nu hebben. We moesten het nog over een of andere preambule. Maar dat is inmiddels van pad af. De preambule is weg. We zouden het gaan hebben over verschoningsrecht. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar dat kan mijn... medelid Algemene Raad Bert Fibbe veel beter, beter vertellen. We zouden het gaan hebben over het verschoningsrecht. En ook de rol van advocaat en procederende advocaat en adviserende advocaat. Fibbe, kom er maar in. Verschoningsrecht. ja, het verschoningsrecht. Ik wil daar een paar algemene dingen over zeggen. Dat is dat als je de gedragsregels leest, je aandacht wordt getrokken vooral naar het onderwerp procederende advocaat. Nou is een advocaat, als hij rechtsbijstand verleent, bezig in het belang van goede rechtsbedeling. Dat staat in de wet, het staat ook in de nieuwe gedragsregel 1, lid... Was het? Welk lid was het ook weer? 2, hè? Lid 2. Mm-hmm. Wij doen het aan het belang van goede rechtsbedeling. Recht waar je geen toegang hebt, kun je niet bedelen. En de belangrijkste vorm van bedeling van recht die de advocatuur bedrijft, de grootste vorm, is het advocatuurlijk advies. Er wordt veel geprocedeerd, dat is belangrijk, maar er wordt nog veel meer geadviseerd. Ja. Dat is een cruciale taak als je het recht toegankelijk wilt maken. Je kunt alleen maar goed advies vragen als je geen enkele angst, geen enkele vrees hoeft te hebben om je te openbaren aan je advocaat. Omgekeerd, je kunt alleen goed advies geven als je je cliënt het vuur aan de schenen kunt leggen. Je moet hem zo kritisch als mogelijk is ondervragen. Je moet alle feiten en alle problemen, juist de problemen, boven water krijgen. Dat kan alleen als je de volstrekte zekerheid van vertrouwelijkheid van het geheim hebt. Dat kan alleen als je daar waar je dat geheim moet bewaren, je kunt beroepen op een verschoningsrecht. Dus het belang van de adviserende taak van de advocaat en het belang van de vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht zijn onlosmakelijk en van groot belang. Dank voor deze inleiding. Is dit een uitbreiding van hoe het nu in elkaar zit? Die adviesrol, maar die was er natuurlijk al. Het is een verduidelijking. Een verduidelijking. Oké. Okay. Is daar qua verduidelijking, is de zaal daar uitzicht? Nou, vinden wij het duidelijk of zijn er vragen? Het had toch niet? Nee? Ah, wie? Wacht even. Wie zegt ja? Dag, deze meneer. Gooi er maar een kubusje heen, ja? Oranje? Oh, die. Oh, jongens, die wegen niks. Maakt niet uit. U bent? Hemelaar, Jos Hemelaar uit Advocaat in Leiden. Ik heb een vraag over de relatie met het vorige onderwerp. We hoorden net Ernst van Win zeggen van ja, er gaat zo heel veel over de mail en dan ziet al die cliënt het allemaal. En als ik nou adviseer en ik stuur iets over de mail naar mijn confrère en dat is dan allemaal ineens open en publiek toch? Ben ik dan niet in strijd met mijn verschoningsrecht bezig? Het antwoord is nee. Dankjewel. Dat is voor een advocaat een uitzonderlijk helder antwoord. Hou dit vast. Wie nog meer? Komt u maar. Ja, heb je hem of niet? Kubus? Oh, hij is daar. Ja. Wie andere vraag hierover? Of niet? Iemand hier op de bank? Wie wil hier toch aan toevoegen? Wat er nog iets gezegd? Is dit duidelijk zo? Ja, voor de commissie mag ik hopen, ja. Maar ja? Nee? Eenmaal andermaal? Niemand in de zaal? Ja, hier is er nog eentje. Nou, meneer, deze meneer hier? Ja, staat hij? Kijk, wie is professioneel staan? Ja. Gerrit-Jan Purres uit Amsterdam. We zaten ons hier af te vragen waarom die toevoeging de rechtszoekende die zich wil beraden op zijn rechtspositie naar de eerste regel is opgenomen. Had dat er nou wel bij gemoeten? Want dat compliceert de zaken toch ook nodeloos. U leest hem voor het eerst, hè? Ja. Hij staat er. Het staat er. Ik heb het ook niet gezien, hoor. Maar... Ja? Nou, als je naar een advocaat gaat om advies te vragen, vraag je advies over het recht in de situatie waarin je je verkeert. Wat is binnen dat recht mijn positie? Ja. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de onmogelijkheden? Waar zijn de
de grenzen. En in die zin denk ik dat je je beraadt op je rechtspositie. Dat is dus niet beperkt, dat begrip, tot een positie in een procedure. Je hebt toegang tot het recht. En wat je mogelijkheden en je posities daarin zijn, dat bespreek je met je advocaat. Nou ben ik uw cliënt en ik loop u in de Albert Heijn tegen het lijf en ik zeg, ik heb zojuist een Panama-vennootschap opgericht en gefraudeerd. Niet verder vertellen. Dat tweede is een beetje dubbelop misschien, maar ja? Nou ja, maar toch voor de zekerheid, Albert Heijn. Oké. Dan beraad ik me nog niet op mijn rechtspositie. Nee, wat is de vraag? Moet u dan meteen naar de politie rennen om dat te gaan vertellen? Ik ga ervan uit dat aan mij die mededeling is gedaan omdat ik advocaat ben van degene die de mededeling doet. En daarvan uitgaande heb ik de plicht tot geheimhouding. Ja. En zou het schenden daarvan een misdrijf opleveren. En dat wil ik niet. Oké, duidelijk antwoord. Laatste op het balkon. Daar gaat welk kleurkubusje gaat daarheen? Even kijken, daar is even voor de jongens wat geluid. Blauwe kubus. Schrijf maar open. Meneer. Ja, mijn vraag is, ik vind het een mooi statement. Maar wat moeten we er precies mee? Want volgens mij moeten we dat verschoningsrecht dat we nu hebben op grond van de wet, dat moet er blijven. En misschien helpt het om dit statement daarbij te hebben. Maar wat moeten wij hier nu precies mee, is mijn vraag. Het is niet echt een regel, hè? Als ik het zo zie. Wat is niet echt een... welke regel is niet echt een regel? Die achter op het scherm. Zet ook hier. Hij staat hier op de afkijk. Laat ik zo zeggen. Ik verwacht hierna en daarom hebben wij een wettelijk verschoningsrecht nodig. Mm. En moeten wij dat behouden. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is meer een opstap in mijn beleving naar de handhaving van een wettelijke regel die er al is. De geheimhoudingsplicht is een regel waar wij niet onderuit kunnen. Die staat in de wet. Dat is volstrekt juist. Die staat in de advocatenwet. Wordt nog een keer benadrukt in het wetboek van strafrecht. Dus het is in die zin niet nodig dat wij de wet nog een keer schrijven. Maar het is wel van belang dat wij benadrukken. Ik heb net geprobeerd dat te doen, maar misschien tevergeefs. Het is wel van belang dat wij benadrukken hoe gewichtig binnen in het palet rechtsbedeling de rechtsadviesfunctie van een advocaat is. Dat wordt maatschappelijk en ook politiek niet altijd zo begrepen als nodig is. En in ieder geval aan dat begrip willen wij ook bijdragen. Dank u wel, meneer Vibbe. Van Tongeren, vul even aan. Ja, nou, ik kan nog even aanvullen. Ik denk dat wat Oorthuis zegt in de kern wel juist is. Wat we de laatste tijd zien en waar we ons oprecht veel zorgen over maken, is dat vanuit de overheid toch een aantal aanvallen worden uitgezet op het verschoningsrecht en met name dus het inperken daarvan. Even heel plat en kort door de bocht gezegd, de advocatuur of de advocaat zou een soort verlengstuk moeten worden van het Openbaar Ministerie of van de Belastinginspecteur om bij het minste of geringste eigenlijk zijn geheimhouding op te geven en dat er maar te melden. Maar daar, denk dat wat Bert Vibbe zojuist naar voren heeft gebracht, van essentieel belang is dat in welke optiek ook een advocaat opereert, de geheimhouding eigenlijk een van de, zo niet het belangrijkste goed is wat de advocaat heeft ten opzichte van zijn cliënt. En dus ook andersom. Het gaat met name, wat kan de cliënt kwijt bij zijn advocaat om zich te beraden over die rechtspositie? En dat is het grootste belang. En dat wordt in de maatschappij niet altijd even goed begrepen. Goed punt. Laatste vraag. Ja, bedankt. Hein Vroege, advocaat Hilversum. Ik heb mijn beroepsopleiding een aantal maanden geleden afgerond. En ik hoor dat... Bedankt. Ja. En ik hoor dat de rechtszoekende die advies zoekt, dat hij absolute zekerheid moet hebben dat zijn vraag vertrouwelijk blijft. Maar ik heb geleerd dat in het kader van de wet witwassen en financieren terrorisme, wij in een heel aantal gevallen verplicht zijn om stiekem te klikken naar de overheid. Ja. Dus hoe verhoudt zich dat nou tot die absolute zekerheid? Dat lijkt me niet te combineren. Ja, wanneer moet je klikken? Zal ik daar iets over zeggen? Want in Den Haag is een prachtig WFT-centrum gekomen waar veel kennis is. En daar is heel goed naar gekeken. En het is niet in heel veel gevallen. Want in heel veel gevallen hoeven wij niets te doen, omdat het litigieus is. Wanneer moet je iemand verklikken? Als je dus...
als je de zaak hebt aangenomen... Ja. En je bent niet in je rol als advocaat... dus je zit niet litigieus als advocaat... maar je bent met transacties bezig... en je komt er dan achter dat er iets aan de hand is... wat echt buiten elke, zeg maar, financiële orde is... dan heb je de verplichting om dat te doen. En dat is buitengewoon verstandig om dan even toch... zeg maar advies te vragen aan het WFT-centrum en aan je lokale orde... om te kijken of je dat doet. Want dat staat op zeer gespannen voet met onze vertrouwelijkheid. En tegelijkertijd is de verplichting om dat zo goed te doen... dat wij aan de buitenwacht kunnen laten zien... dat we dat soort financiële transacties ook serieus nemen... en dat we daar niet een verkeerde rol in spelen. Doe maar even in de microfoon. Ja. Die absolute zekerheid is dan toch volstrekt misleidend? Die is er dan toch gewoon niet? Nee. Die absolute zekerheid. Nou, als je het hebt over absolute zekerheid voor Crooks, nee, die is er niet. Maar als jij als advocaat optreedt, dus als je in je rol van advocaat optreedt, heb je die wel en mag je die ook hebben. Maar als jij, zeg maar, transacties gaat doen buiten de advocatuur, dan moet je dus duidelijk maken, dat gebeurt ook meestal via je algemene voorwaarden, of datgene wat je je opdrachtbevestiging zegt, dat dan die absolute veiligheid niet bestaat. Vip, vult nog even aan. Ja, ik wil het volgende... Gebeurt nooit in Hilversum, hoor. Weet wel, ze doen ze een dorp verderop. Dat doen ze daar niet, ja? Nee, ik wil het volgende aanvullen. Er is een beperkt aantal meldingsplichten. Dat klopt. Dat kun je vooraf met een cliënt bespreken in algemene termen. Als hij binnenkomt. In de tweede plaats, als je een meldingsplicht hebt onder de WWFT... betekent dat niet dat je geheimhoudingsplicht niet in stand blijft. Je houdt... je geheimhoudingsplicht met uitzondering van een positie die de WWFT oplegt en ook beperkt. Als je meer meldt dan de wet je verplicht om te melden, maak je aan dat misdrijf schuldig. Jeetje. Dus het is nog altijd een zware bewaking die de wet is oplegt. Is er al wat jurisprudentie over? Over waar mensen net wel binnen, buiten? Nee, advocaten hebben voor zover ik dat weet nog nooit een fout gemaakt. Oké, maar er zijn nog geen uitspraken over. Maar het is wel, Lorbach, het is wel glijdende schaal. De overheid eist dit. Het is ook de stem van de samenleving hier. En jullie moeten zo maatschappelijk, waar je nog maar gilde, maakt niet uit. Joh. Maar dit rukt natuurlijk op. Je houdt het bijna niet droog. Ben ik, ja. Ja. Dat beeld zich steeds duidelijker aandient... was eigenlijk de reden voor de hele interventie van Bert Vibbe. Want zoals de zaal ook reageerde, dat klopt wel. Eigenlijk is dat het hele vraagstuk van het verscholingsrecht... of het beroepsgeheim of de geheimhoudingsplicht, hoe je het zou willen noemen... veel meer al een wettelijk gegeven... dan dat het pas wordt geadresseerd of overeind wordt getrokken in de gedragsregels. En de nadruk die Bert daarvoor vraagt, heeft nu juist te maken met het feit dat vanuit diverse overheden steeds meer de gedachte ontstaat dat er een hoger belang is dan het belang van de vertrouwelijkheid waarmee de cliënt zijn advocaat. In feite, dat is een soort opsporingsambtenaar. Dus het antwoord is ja. Het antwoord is in die zin nee, want het is een discussie die eigenlijk altijd al loopt. Dus het is in die zin niet nieuw. Maar het is op het ogenblik wel een betrekkelijk hevige discussie. Ja, precies. Ja, nee, ik ga hem stoppen. Nou, nog één ding. De overheid is wel genuanceerd. Ze erkent dat verschoningsrecht bijna volledig... als de overheid zichzelf van advocatuurlijke bijstand voorziet. Ah, dat dan weer wel. Landsadvocaat mag dan maar wel. Goed, we gaan naar het volgende punt. En dan gaan we een rondje maken met, ik denk, met Jonathan Suharno. Klopt dat? Provisieverbod gehandhaafd. Kom er maar in, Jonathan. Ja, dank. Ik hoorde Jort al in het begin zeggen, wat jammer eigenlijk. Hè? De advocatuur, dat mooie oude gilde en dat we nu ook modern. Nou, dat doen we dus niet met het provisieverbod. Dat handhaven we. En dat handhaven we omdat het... En dat merken we eigenlijk in alle discussies die we hebben gevoerd binnen de balie. Dat heel erg samenhangt met die bijzondere rol van de advocaat in de rechtspleging. En mensen moeten naar een advocaat. In heel veel gevallen. En dan is het onwenselijk als hij eenmaal die advocaat betaalt... merkt dat er allemaal nog complexe betalingen achter zitten. Nou, er is natuurlijk die hele discussie geweest rondom de koppelsites. Mensen zoeken tegenwoordig via internet ook naar een advocaat. Willen ook kunnen vergelijken. En ja, moet een advocaat ook kunnen betalen aan zo'n site... om daar op te mogen staan. Nou, er is een hele, heel gedoe over geweest hoe die betalingen dan moeten lopen. Hè. De dekens die zeggen nu min of meer
En je mag wel een vast abonnementsbedrag betalen, maar je mag niet per lead betalen. Maar tegelijkertijd hebben we ook gemeend om in het licht van die ontwikkeling niet te zeggen dat provisieverbod moet van tafel. Waarom? Omdat er ook heel veel voorbeelden zijn waarin dat provisieverbod, waarom het heel wenselijk is om dat onverkort te handhaven. Neem bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeraars. Die kunnen kiezen uit een stel advocaten en zeggen van, nou ja, we schakelen je in op het moment dat jij ook aan ons een deel van jouw fees afdraagt. Of grote kantoren die werken met flexpools. Dan is het eigenlijk onwenselijk als ze zeggen, nou ja, we schakelen je wel in, maar dan willen wij ook een deel van die fees. Ja. Of banken bijvoorbeeld die M&A-transacties begeleiden of IPO's. En dan zeggen van, nou ja, kom maar langs advocatenkantoren voor een pitch. En degene die wint, die moet dan nog wel een deel afdragen aan de bank. Nou, dat zijn allemaal dingen die je niet wil. Daarom hebben we gemeend van, je moet dat handhaven. De tekst is er niet, maar goed, dat kan Bert nog toelichten. De strekking van de regels zou zijn onverkort handhaven met één kleine kier. En dat is dat we zeggen van, als die kernwaarden niet worden aangetast, dan moet er wel ruimte zijn om bijvoorbeeld met die koppelsites en die nieuwe technologieën verder te gaan. Kijk, wat we niet willen, denk ik, is een soort van Uber van de advocatuur. Dat je eigenlijk je beroep niet kunt uitoefenen, omdat er nou eenmaal zo'n internetplatform is dat elke keer 10-20% afroomt van alle fees. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei tussenvormen nodig en je hebt ook te denken aan het belang van de cliënt. Nou, we houden het verbod dus. De bewijspositie zal bij iedere schending liggen bij de advocaat. De dekens moeten dat gewoon kunnen handhaven. En dat is eigenlijk een beetje hoe het nu eruit gaat zien. Dankjewel. Waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? In de hele wereld, in alle branches kun je dus een soort Uber variant, Airbnb, noem iets, met rankings waar klanten, cliënten in jullie geval, zeggen wat ze ervan vinden. Waarom zou het niet kunnen met de advocatuur? Waarom zijn jullie daar zo strikt in? Nou, dan kom ik eigenlijk terug bij het eerste punt, die bijzondere positie van de advocaat. Maar we zijn geen taxichauffeurs. Waren jullie dat maar wel? Met een taxichauffeur kom je altijd van A naar B, dus met een advocaat maar zelden. Dat is waar. Ga meestal het hele alfabet eerst af. Maar mensen moeten in heel veel gevallen naar een advocaat. En zijn ook echt aangewezen op de advocaat voor hun rechtsbijstand. Ja. En dan is de vraag, is het dan wel wenselijk dat iemand die naar zo'n advocaat moet, dat altijd maar een deel van die betalingen terechtkomen bij een internationaal opererend internetplatform? Maar er is dus een nee tenzij. Er is dus een heel klein kiertje. Maar wat betekent dat dan? Nee, tenzij, wanneer kunnen we dus wel met zo'n, die Legal Dutch jongens, die zijn natuurlijk een beetje aan het mopperen, snap ik, hun businessmodel, maar toch, wanneer kan dat wel? Nou ja, het is eigenlijk ook om de ontwikkelingen binnen de Bali en de discussies die gaande zijn, niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband. Ja. Er wordt gekeken naar die koppelsets en er wordt ook gekeken naar onder welke voorwaarden kan dat nu wel. Ja. Nou, we hebben als commissie gewild om daar in ieder geval de ruimte voor te scheppen. En vandaar dat nee, tenzij. Ja, maar je spreekt je niet duidelijk uit wat wel en niet kan dan? Nou, bijvoorbeeld de afspraak die nu is gemaakt tussen de dekens, dat je als advocaat wel abonnementsgelden mag betalen. En je zou met enige kwade wil dat ook als een soort van provisie kunnen zien. Daarvan zeggen we dat zou er niet onder moeten dat vallen. Dat mag wel. Fibbe? Eén ding wat voorop moet blijven staan en voorop blijft staan, daar zijn de commissie en de Algemene Raad het volstrekt over eens. Ook bij het verwerven van zaken en de manier waarop dat gebeurt, staat het belang van de cliënt voorop. Of van de toekomstige cliënt, als het je cliënt nog niet is. En dat belang staat op positie nummer 1. Dat mag niet worden geschonden. En je moet de kernwaarden, ook als je zaken verwerft, in acht nemen. Mogen de kernwaarden staan in de wet, hè? Dat moet je dat sowieso doen natuurlijk. Ja, ja, dat, zeker. De regels, maar ik zou de wet ook niet durven tegenspreken. Nee. Oké. Goed, iemand, vraag in de zaal. Want de vraag is natuurlijk, wat wordt al gezegd? Eigenlijk is het marktafscherming, dat zeggen de critici. Houden jullie de deur dicht? Gaat je dat lukken? Of word je toch op een gegeven moment weggevaagd door zo'n platform? Wie wil daar iets over zeggen? Met Jonathan of met Fib in discussie? Iemand, hier? Wie heeft er überhaupt last van dat soort? Wie heeft er in zijn praktijk ooit een klantje door verloren? Of niemand, hier? Nee? Ja, daar komt er eentje. Hier komt er. Ja, even voor u roept, even geluid. Ja, wie bent u? Ja, ik krijg minder klanten doordat sommige, met name niet-Nederlands sprekende klanten zich wenden tot een tussenpersoon. En die gaat dan niet naar mij doorverwijzen. Want als hij naar een andere letselschade jurist doorverwijst, dan kan hij wel een provisie bedingen. Wacht even, snap ik dit? Snap jij, Johan? Ja. Hoe zit het? Dus even een niet-Nederlandse cliënt of een... Een niet-Nederlands sprekende cliënt.
Ja. En die weet helemaal de weg niet, dus die komt bij een soort... Er zijn een paar loesje tussenpersonen of zo gaan. Wat is het? Even gewoon man en paard. Weet nou, of ze loes zijn, weet ik niet. Maar nee? Ze werken voor bepaalde groepen. En daar hebben ze veel contacten. Oké. Okay. En moet dat is een soort tussenpersoon. Maar hoe dat u een cliënt verliest op zich geen bewijs dat slecht is, hè? Ja? Ja, Loorbach, nou, maar ik heb hier twee man op podium. Kort, nee, Loorbach. Nou, eigenlijk meer niet als commissielid, maar gewoon als vanuit de praktijkervaring. Ik kreeg twee maanden geleden een berichtje van een koppelsite. Gefeliciteerd u. We hebben u aangemeld als advocaat van een rechtszoekende die een sportartikel groothandel bleek te zijn. En toen had dus kennelijk die website ingetikt advocaat en sport. En toen was hij bij Loorbach terechtgekomen. En dat toont de kwaliteit aan van de koppelsite. En dat is... Ja. En dat is dus een veel groter probleem dan dat provisieprobleem. De kwaliteit van die sites is onvoldoende. En daardoor wordt er bij rechtszoekenden vaak een verwachting opgeroepen van ik ga via die site de juiste advocaat krijgen. Een verwachting die niet wordt ingelost. Jawel, dat is een probleem dat wij met de gedragsregels niet kunnen adresseren. Ja. Misschien was Uber in het begin toen er niet veel chauffeurs meededen ook niet goed. Nu heb ik in Amsterdam alleen maar goeie. En bij die andere taxis word je beroofd. Dus ik heb liever een Uber. Ja. Nee, dus... maar ik heb daarna ook niet nog een keer zo'n bericht gekregen. Dat is misschien bewijs dat het beter gaat. Okay, ja, dus is het niet een kwestie van dit als die platforms meer verkeer gaan krijgen? Op een gegeven moment, ja, want even cliëntenbelang, want daar schijnen jullie voor te zijn. Hè? Mij gaat het erom dat iemand een goede advocaat krijgt. Is dat in Nederland heel transparant? Laten we eerlijk zijn, totaal niet. Daar kom je toch niet achter. Pas als je 10 zaken gedaan, hoe kom je erachter? Helemaal eens. Dat is precies de reden waarom we die deur op een kier hebben gezet. We willen die ontwikkeling niet in de weg staan. We hebben het gevoel dat het provisiebod zoals het was te absoluut was. Ja. En dus wel die ontwikkeling in de weg stond. Maar het is ook een beetje aan die technologie en aan die industrie om aan te tonen dat ze gewoon deugdelijke advocaten leveren en niet mensen doorverwijzen naar niet-advocaten. Hoe wordt er binnen het vak, Deken... Gewoon puur vanuit het maatschappelijk belang. Net als bij artsen zie je die ontwikkeling natuurlijk. Wie is de beste? Ik heb een kwaaltje. Maar dokter, daar is natuurlijk ook angst. Want je kan niet alles vergelijken. Het is ontzettend moeilijk om dit te objectiveren. Maar toch, wat moet je dan anders doen dan de hele deuren opengooien? Hoe krijgen jullie die kwaliteit, die transparantie feitelijk beter? Nou, het is misschien wel goed om te melden dat wij nu in een boeiende discussie zitten met het college van afgevaardigden om te kijken of we niet kunnen komen tot een rechtsgebiedenregister waar iedere advocaat zich inschrijft. Ja. En waar ook duidelijk wordt op welke rechtsgebieden die advocaat zich bezighoudt. Ja, maar dan voor de rechtszoekende, zegt dat iets. Voor de rechtszoekende, nou ja, maar daar zitten allerlei kwaliteitseisen aan vast. Ja. Ik denk dat het te ver voert om daar nu in detail op in te gaan. Maar dan moet het in ieder geval voor de rechtszoekende duidelijker worden. Ja. Als ik een advocaat zoek, kom ik bij wat voor advocaat kom ik terecht en waar is hij op gespecialiseerd? Ja, maar als je het nou vanuit de klanten doet, zoals al die platforms doen, bij Airbnb en Uber, dan gaat het namelijk vanzelf. Dan is de wisdom of the crowd. Dat werkt. Ja, maar ik denk dat we wel... De wezen. Ja, dat is heel goed. Ja. Wanneer krijgen we dit? De zoekmogelijkheden en de transparantie zo groot mogelijk maken, dat lijkt me prima. Dat mag dus maar het probleem kan ontstaan als je ervoor gaat betalen per om in een register opgenomen te worden. Nee, natuurlijk, precies. Oké, maar dan zou je weer een abonnement. Zou opmerking... De Leer op 500 betaal je gewoon nog 6 leuk stukje. Ja? Nee. Je hebt natuurlijk veel van die rankings. Ja. Betaal je daarvoor dan? Ja, wat dacht je? Nee. Anders sta je er niet hoog in? Ik liep bij de quote 500, liet ik ze altijd betalen om eruit te blijven. Zeg, er was een staffel. Gewoon zoveel % van je vermogen. Stom genoeg deed niemand dat. Maar, andere vraag, nog andere opmerking hierover provisieverbod. Want dat is even de moderne advocaat. Waar gaan we naartoe? Nou, ik wil nog wel even iets zeggen, maar in verband met dit onderwerp. Kijk, wat we in elk geval willen voorkomen is dat er een handel gaat ontstaan in rechtszoekenden. En dat voor rechtszoekenden niet duidelijk is bij welke advocaat en of dat voor hun de beste advocaat is, waar ze terechtkomen. Dat is denk ik... En Jonathan en Bert, corrigeer me als ik de discussies daarover anders zie. Maar dat is denk ik de hoofdregel. Je moet voorkomen dat er partijen in de markt zijn die gewoon gaan verdienen aan het zoeken naar een advocaat. Nou, als je dat voor ogen houdt, dan hoop ik dat de zaal ook beter begrijpt wat de achterliggende ratio is. Je moet het ook kunnen uitleggen. Ja. Als je aan de toekomstige cliënt zegt, ik heb betaald om u hier binnen te krijgen, dan gaat er een deur voor hem open. Ja, nee, dat is natuurlijk ook doodeng. Laatste opmerking, mevrouw Balkon. Mag ik nog één vraag stellen? Want ik word nu een beetje zenuwachtig. Wij hebben een website, dat zullen er wel meer hebben. En wij betalen een aanzienlijk bedrag per maand aan Google.
Opdat wij in hogere regionen sneller gevonden worden. Ja. En wij hebben daar dus hele Google-lijsten, houden we daar van bij op kantoor. Ja. Maar eigenlijk, als je heel goed beschrijft... Google kan ook als platform dan beschouwd worden. Valt dat eronder? Ik kan er heel kort over zijn. Hetzelfde als met die Legal 500. Kijk, het provisieverbod geldt voor het aanbrengen van opdrachten. Hè. Dus niet het. Hè, anders kan je ook zeggen: ja, ik zet een kantoor neer met een ontvangstruimte. Dat heb ik ook nodig om klanten te ontvangen. Dus het gaat echt om het concrete aanbrengen van opdrachten. Daar mag geen provisie over worden betaald. Oké, nou ja, dat bij Google met Hits, ik weet het niet. Ja. Maar het is wel interessant opmerking. Zijn we er even uit nu? U heeft er nog één. Hij komt eraan. Ja. Ik denk dat ik net een beetje miste toen die eerste vraag werd gesteld. Dat het er ook een beetje om ging. Want ik ben in principe er helemaal voor. Ik kan me helemaal voorstellen. Waarvoor? Nou, dat het provisieverbod gehandhaafd wordt. Ja. Maar... aan de andere kant, er is inderdaad wel een enorme concurrentie met een hele grote groep juristen. Omdat we niet meer een volledige procesmonopolie hebben op een heleboel gebieden. En op alle kleinere vorderingen, waar ik als kleine advocaat ook mee te maken heb. En inderdaad, als er dan partijen zijn en er kan wel gewoon naar juristen... ja, wordt wel, in die zin is er wel een zekere schade aan je concurrentiepositie. Ja. Oké, maar jullie staan allemaal voor de cliënt, hè? De concurrentiepositie doet er niet toe. Even kijken, allemaal, we zijn even nu uit. Dank heren, even voor het commentaar. Ik had nog een ander puntje, laat ik dat er even opzetten. Dat ging over de kantoorkosten. Want er is een enquête bij deze zo'n app, die heeft u misschien, een aantal van u heeft daar meegedaan. Dat heet de, hoe heet dat ding eigenlijk, die app? Naam. Goed. Dus over de kantoorkosten, er is een vraag gesteld, moeten die nou... Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje mistig gedoe, zo'n advocatenrekening. Moet je die er nou apart op blijven zetten, dit archaïsche gedoe van... ik heb ook nog pen en potlood en een puntenslijper betaald. En daar is een enquête geweest onder de advocaten. Geen kantoorkosten meer doorberekenen. 30%. Ik verreken kantoorkosten, uurtarief 7. Het ligt een beetje dicht bij elkaar. Ik bereken ze gewoon door. Politiek correct zegt maar 13%. Dat zou ook wel stom zijn. Je moet dat natuurlijk nooit doen. Je gaat het natuurlijk een beetje versleutelen. Je rekent het wel, maar je noemt het niet zo. Dus dat is denk ik antwoord 2 dan, toch? Of niet? Wie heeft er iets over die kantoor? Moeten we daarmee stoppen? Mag ik even een enquête? Gewoon vingers omhoog. Wie zegt stop met die onzin? Gewoon moderniseren. Oké, is afgeschaft bij deze. Teken eens. Eens. Hoeveel gaat dit kosten? 5% van de omzet? Het hoort helemaal niet in de gedragsregels thuis. Nee? Het hoort in de verordening thuis. Ja. Ik heb er in zoveel... Laat ik twee manieren benaderen. Eén is, ik zou het kunnen voorstellen dat je het afschaft, maar tegelijkertijd praat je dan wel een soort marktregulering. Als je de advocatuur gaat verbieden in te grijpen in het honorarium en dus gaat ingrijpen in het berekenen van die kosten. Ja. Dus ik ga ervan uit dat de markt zelf bepaalt, en je ziet het ook aan de respons hier in de zaal, zelf bepaalt, we doen het niet. Maar het is ook een vormkwestie. Ik bedoel, hoe noem je iets waar... Mijn kantoor doet het niet. Ja. En ze zijn er veel meer advocaten, dat blijkt ook hier. Nu maakt u reclame, dan moet je mee oppassen. Ja. Dat mag niet. Maar ik heb de naam van Holter Noordam niet genoemd in Rotterdam. Nee, precies. Nee. Deze. Hij heeft alleen maar genoemd dat hij bij Nauta weg was. Ja. daar hadden we er ook twee van op de bank. Jongens, ik ben er bijna door, maar ik vind het wel even leuk. Dit is een zeldzaam moment dat we zoveel eminente juristen hier op de Chesterfields hebben. Ook de moderniteit wilden ze uitdrukken. Laten we de Chesterfields neerzetten. Heel goed. Vraag uit de zaal nog. Even voor jullie, voor de deken, voor de commissieleden, voor de algemene raadsleden. Wie wil er nog even gewoon een vraag stellen? Hij komt eraan. Mevrouw, jij komt eraan. Wie bent u? Ik ben Julia van der Wouden. Ja. Het werd net al even genoemd, maar ik vroeg me af, omdat er modernisering plaatsvindt. Ja. Hoe zit het met de diversiteit van het panel? De diversiteit van het panel. ik heb wel voorgesteld of er in ieder geval de helft een rokje aan kan doen, maar dat wilden ze niet. Over 25 jaar of zo? Of meldt u zich ook aan voor commissies? Bemoeit u zich ermee? Wilt u dat? Bij deze? Ik wil het feestelijk houden, het is een lustrum. Maar, natuurlijk. Maar welke vrouwen willen graag hier volgende keer bij betrokken zijn... dat die oude kerels van die bank afgeschoten worden? Zeker. Ja? Wie? Ja. Daar hebben we er een. Dag mevrouw. Genoteerd. 2 genoteerd. Oké, dat is ook al wel, zag ik hier en daar voorbij komen, die opmerking is ook altijd mijn eerste op. Het is veel leuker om in de zaal met vrouwen te werken dan alleen maar mannen. Nou, een beetje diversiteit hoeft niet alleen vrouwen, maar gewoon überhaupt wat diverse leeftijd, dingen. Een beetje van alles. Zullen we er even op letten dan? Ja. Oh, dat moet ook weer modern, hopeloos. Goed, wie? Ik plaag hoor. Iemand nog andere opmerking voor het forum, voor het panel dat hier zit? Eenmaal.
andermaal. Heren, mag ik u hartelijk danken. Geef ze een applaus. Ja. En nou ja, wat wel aardig is, één momentje. Misschien is dit een moment voor de deek om ook even de commissie te... Er zijn een hoop mensen die hebben de werk ingestopt. Krijgen ze nog een cadeautje? Ja, zeker. Weet je, declaraal iets wat... Nee, ik zou graag... Ik zou graag de leden van de commissie even willen vragen om naar voren te komen. Zodat wij ze op het podium kunnen bedanken voor al het werk... Ik had er een hoop hier. Wat ze tot nu toe gedaan hebben. Hoeveel zijn dat, hè? Zien... dat het niet alleen uit heren bestaat. Dus ik ben blij dat we ook meteen die kwestie kunnen adresseren. Eén dame. Ja. Leuk bloemetje op tafel. Ja. Robert. Ja. Dag Robert. Waar hebben we die... Job Spijkerman zie ik. Ja. Abrink Teem. Ah, nou. Gaat u naar... Goed, want de Algemene Raad heeft... zoals ik al in mijn inleiding zei, de opdracht gegeven aan de commissie Loorbach om die gedragsregels te herijken. En ik denk dat niemand zich realiseert, behalve de commissie zelf, wat een ongelooflijke hoeveelheid werk jullie hebben verzet de afgelopen maanden. Daar past alleen maar hele grote waardering voor. Niet alleen van de Algemene Raad, ik zou bijna zeggen Hoge Raad, Algemene Raad, maar van de hele advocatuur, want het is niet... Het is niet zomaar iets wat de commissie heeft gedaan. Dus ik vraag u een heel warm en gemeend applaus voor de commissie. APPLAUS. En dan heb ik... Het leuke is dat wij bij de orde iemand hebben werken. Nancy van Dam, die dit soort prenten zelf maakt. En daar zijn we heel trots en verguld mee. Dus die ga ik ook aan de commissie uitreiken als blijk van waardering. Allereerst de belangrijkste, de dame. Ja. Dankjewel. Hij denkt te redden wat het te redden is. Dankjewel. Henk, dankjewel. Ja, dat gaat goed zo. Dan moet ik wel een hele wandeling weer maken. Kom maar. Nou, Robert Sanders. Een speciaal woord van dank aan jou. Als secretaris en grotendeels ook auteur en redacteur van alles wat je gedaan hebt. Job, dank. Veel dank. Succes de komende weken in het verre zuiden. Ernst, nogmaals dank. Jan? Mark, dankjewel. Alsjeblieft, veel dank. En Jonathan, die wordt bijna verward met de grijze mannen op het podium... terwijl je volgens mij aanzienlijk jonger bent. Heel veel dank. En Christian? Christian, ook heel veel dank. Alsjeblieft. Nogmaals een applaus. En ook voor de deken. Heren, dames, dank u wel. Ja, we vegen u nu het podium af. Weer van het podium. Ja. En, ja, nee, niet weg. Dat hoeft ook. Ja, echt wel, ja. We hebben even mededelingen. De mensen die doorgaan naar het feest, omhoog. Daar wordt de mensen die zich niet hebben... Het was gratis, hè? Een beetje naïef. De mensen die zich niet hebben aangemeld voor het feest... die mogen dus ook niet borrelen. Die worden zo snel mogelijk de winter ingestuurd. Want dan staan er weer een paar honderd van die armzalige stagiaires te trappelen... om naar binnen te kunnen. Dus dat is eigenlijk het idee. Dus de mensen die zich niet hebben aangemeld voor het feest... snel naar buiten, uittekenen in de foyer. Bewijs van deelname wordt nagezonden per post. Dat klinkt als een dreigement. Ik weet niet wat dat betekent. U krijgt bij het uitschrijven ook nog een ticket. Met die ticket verhuist u dus naar de eerste verdieping voor ontvangstavondprogramma. Ik heb nog wel één vraag. Want eigenlijk hadden we, Robert en ik, die BEF moeten uitreiken aan iemand. Maar omdat we die quiz niet helemaal konden afmaken. Ik wil even anders doen. De naam Gerbrandi viel net. Wie heeft het? Hoe herinnerde Winston Churchill Gerbrandi zich in zijn memoires? Wie heeft het goede antwoord? Hij had een hele korte zin over Gerbrandi. En dat ging over de ontmoeting met Gerbrandi. Even kijken, één seconde, dan gaan we even een geluidje erbij gooien. Ik heb hem hier. Ga staan, maakt u zich bekend wie het juiste antwoord taalkundig heeft. Eenmaal andermaal. Ja, even, ik ga een jongere dame een kans geven. De oudere generatie, die is er nog bij geweest. Ja, krijg jij hem. Oh, dan heb je natuurlijk net horen zeggen. Ga staan, maak je bekend, hoe heet je? Hi, ik ben Maartje Wierstra. En de goede antwoord is Van Vleuten. Van Vleuten? Diederik van Vleuten. Nee, voor mij is dat niet het goede antwoord. Meneer hiernaast. Naast u. U bent? Oh, ze gaan nog meteen... Okay. Ja? Willem den Hertog. That was the shortest meeting ever.
Right, dat is het juiste antwoord. Want wat zei Gerbrandy bij de binnenkomst bij Churchill? Goodbye, Mr. Churchill. Dus u heeft gewonnen. Ik weet niet of u er al een had. Ik denk het wel. U heeft een heel mooie kwaliteit befje gewonnen. Doen vrouwen dat ook om? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ook toch wel. Alsjeblieft. Joost, veel plezier vanavond. Toch.